The Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, heeft een mijlpaal bereikt met de diploma-uitreiking van 3 opleidingen. En dat zei Rabin Buddha, waarnemend directeur SHTTC, vandaag bij de diploma-uitreiking. Aan afgestudeerden van de koksopleiding en de opleiding brood en banket en Frans conversatie. Hij geeft aan dat de opleidingen van SHTTC veel mogelijkheden bieden, omdat mensen zich altijd verder kunnen specialiseren. Hij benadrukt dat binnen de horecasector vriendelijkheid een belangrijke rol speelt. Dat mensen zich hier kunnen bekwamen. Onze opleidingen zijn theoretisch en praktisch. Dus u gaat niet alleen maar uit boeken leren. U gaat heel veel skills leren, zodat u competent bent om binnen de sector te gaan werken. En we werken aan, met een mooi woord wordt gezegd, aan de hard skills en de soft skills. En onze ervaring is ook dat heel veel mensen hun werk goed en naar behoren willen doen. Maar ze hebben niet de juiste kennis en de vaardigheden opgedaan. Dus het is erg belangrijk dat de mensen zich scholen en herscholen en bijscholen. Om uiteindelijk de kwaliteit van de producten en de diensten op een hoger niveau te brengen. Alleen door scholing ga je dat kunnen. En als u al werkt en u vindt van u wilt meer leren, u kunt uw werk beter doen, komt u hier. Wij gaan u begeleiden. Wij kunnen u de juiste kennis en vaardigheden bijbrengen, zodat u uw werk beter kunt doen en beter producten en diensten kunt leveren. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme geeft aan dat studenten via de opleidingen van SHTTC hun weg in de maatschappij kunnen vinden. Hij is er trots op dat de studenten gekozen hebben voor de horeca- en hospitalitybranche. Koks zijn vandaag de dag. We praten over hospitality. We moeten praten over voorbereiden. Onze jeugd voorbereiden of onze werkende klasse voorbereiden op nieuwe industrieën. En dit is een van de basiszaken waaraan SHTTC constant werkt om te investeren in de ontwikkeling van het individu. Dus een heel mooi moment en voor ons als ministerie zeker belangrijk dat we ook het bijdrage kunnen leveren of kunnen faciliteren. Degene die zich verder willen scholen, degene die op een andere manier willen bijdragen aan de ontwikkeling van het land, ondernemerschap, ga zo maar door. Dus het is een heel mooi moment, maar ook trots moment voor het ministerie op zich dat wij als SHTTC, als werkarm van het ministerie, dat SHTTC op deze manier kan inspelen op de behoeften. Minister Jubitana zal mogelijkheden bekijken hoe SHTTC zelf kan verdienen en in haar eigen behoeften kan voorzien. Tot zover de lokale informatie in het ATV-journaal.